Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom raakt je huis zo snel onder het stof? Waar mensen zijn is stof. En dat is onvermijdelijk. Als we een stofmonster pakken, en dat zal ik even hier onder de microscoop leggen, dan kan je zien ook waar het stof in huis uit bestaat. Je ziet katoenen vezels, haren, bollen, deeltjes schimmels, zanddeeltjes die je meeneemt. Maar het merendeel, zo'n 50% is eigenlijk huidschilfers van jezelf en ook van huisdieren. Het is een wereld op zich. Stof is een afspiegeling van je huis. Bij ieder huis vind je eigenlijk ander soort stof. Bijvoorbeeld mijn haar, kroeshaar, ziet er anders uit in het stof dan blond haar. Maar ook als iemand een rood dekentje heeft, dan zie je dat terug in het stof. Want dan zie ik een rood vezeltje in het stof. Elke dag ontstaat er nieuw stof. Per persoon verlies je 1 à 2 gram huidschilfers per dag. Ben je met 4 personen thuis, is het dus 4 keer zoveel. En dan zijn de huisdieren nog ineens meegerekend. Dit zijn alleen maar nog de huidschilfers. Maar we verliezen ook 100 tot 200 haren per dag. Dus hoe meer mensen, hoe meer stof in huis. Daarnaast maakt het uit wat je in huis hebt. Bijvoorbeeld stofvangers. Stofvangers zijn kleedjes op de vloer, textiele banken die je hebt, knuffeltjes, vaasjes met droogbloemen. Dat zijn allemaal dingen die kunnen slijten en waar stof vanaf kan komen. Is al dat stof nou erg? Nee, stof is niet schadelijk, tenzij je een allergie hebt. Dus is het goed om het op te ruimen. Zelf ben ik ook allergisch, dus ik ruim, wanneer het nodig is, het stof op. Het is goed om te weten dat je niet allergisch bent voor het stof zelf. Stof kan wel irriteren, maar je bent allergisch voor de huisstofmijt. Huisstofmijten zijn beestjes die leven van het stof. De mijten eten de huidschilfers, maar de mijten poepen ook. En in de poep zitten de allergenen, waarvoor je dus allergisch kan zijn. Als je dus allergisch bent voor huisstofmijten, ben je dus eigenlijk allergisch voor de poep van de huisstofmijten. Daar wil je vanaf, van de poep van de huisstofmijten. Maar het poep breekt heel langzaam af. We hebben op het lab gezien dat de poep wel meer dan 4 jaar aanwezig kan zijn. Als je dus allergisch bent, moet je huisstofmijten en de poep verwijderen. Maar dat is lang niet zo makkelijk. Want je moet je voorstellen, in een gemiddelde 3-zitsbank zitten 50.000 huisstofmijten. Als je de mijten wil verwijderen, dan moet je je spulletjes wassen. Wassen bij 60 graden is goed. Maar je kan niet alles wassen. Een alternatief is de spulletjes in de vriezer stoppen. 1 week bij min 18 graden Celsius, dat is voldoende. Als je de spullen in de vriezer hebt, dan zitten de dode mijten er wel in en in poep. En die moet je er nog wel uitkloppen. Anders blijf je er nog last van hebben. Vloerbedekking kan je niet wassen. Past ook niet in je vriezer. Stofzuigen helpt ook niet. Want je moet je voorstellen, als ik een huisstofmijt ben, dan zit ik onderin in het tapijt. En boven in het plafond, daar komt die stofzuiger langs. En wat doe ik als huisstofmijt? Ik hou me lekker vast onderin. Het waait een beetje, maar die raakt me niet. Ik hou me lekker vast. Het is dus lastig om mijten te verwijderen. Maar we kunnen wel de omstandigheden zo onaantrekkelijk mogelijk maken. En wat kan je daarvoor doen? Gladde vloer en ook een leren bank. Maar het allerbelangrijkste is om de luchtvochtigheid omlaag te brengen. Huisstofmijten houden ervan als het vochtig is. Want ze leven van het vocht en nemen de waterdruppeltjes in de lucht op via hun huid. Daardoor kunnen ze blijven groeien. Het allerbelangrijkste is om de luchtvochtigheid omlaag te brengen. En hoe doe je dat? Door te ventileren. Al met al, een huis zonder stof is heel moeilijk. Onmogelijk. Haal regelmatig een klamvochtig doekje door je huis en maak je verder niet te druk. Behalve wellicht als je allergisch bent. Een deadline, een presentatie of een eerste date. En dan buikpijn. Mijn naam is Zlata Mujagic en in de volgende aflevering leg ik je uit waarom je buikpijn krijgt van stress.